Jörg Boet is de doelman van Bayer Leverkusen en is een strafschoppen-specialist. En dan hebben we het over het nemen van strafschoppen. Want hier schiet hij de 3-1 binnen in het voordeel van Leverkusen achter Heimerop, de doelman van Schalke. De wedstrijd is dan, zo lijkt het, beslist. En natuurlijk horen de felicitaties erbij van praktisch alle ploeggenoten. Boet onderweg terug naar zijn doel. 3-1 voorsprong is daar, de wedstrijd is gelopen. Althans, er wordt een fluitsignaal. En dan zien we Boet kijken en dan valt de bal in het doel. Want Mike Hanke heeft vanaf de aftrap de bal in het doel geschoten. En Boet was veel te langzaam terug. En zo wordt het dan toch nog spannend in de arena of Schalke, want het wordt 2-3. Maar dit zijn beelden van de afloop.